goed. Vandaag behoorlijk wat kunnen leren. Leuk kunnen leren, goed kunnen leren. En ik lig nu lekker bij het komen. Ik ben behoorlijk verbrand op mijn schouders en mijn armen. Maar dat was wel heel erg leuk. Shut up. Oh. No. Zijn we dan uit? Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En nee, het is donderdag vandaag. Het is helemaal geen woensdag. Het is vandaag donderdag en ik heb vandaag mijn allereerste toets. Ik ben gisteren best heel erg verbrand. Mijn gezicht is aan de rode kant. Mijn schouders zijn vuur en vuurrood. Check het verschil. Mijn nek is verbrand. Mijn hals is verbrand. Alles is verbrand. Maar dat mag de pret niet drukken. Het wordt vandaag namelijk nog en nog warmer. Dus ik ga de verkoeling opzoeken vandaag. Maar ik heb vandaag wel bijna de hele dag toetsdag. Van 11:15 tot, even kijken hoor, 2:15, 3:15 ongeveer. Maar het is vervelend, want de toetsen sluiten niet goed op elkaar aan. Dus daartussen heb ik open stukken waar ik dus niks heb. Dat is zo irritant. Maar ik hoop wel dat het goed gaat komen. Ik heb eerst kraam vandaag. En na kraam heb ik 1,5 uurtje niks. En daarna heb ik medisch rekenen. Dus wat ik wel wil gaan doen is kraam wil ik nu hier nog even gaan leren. En medisch rekenen wil ik doen als ik... Tenminste, ik heb al geleerd daarvoor. Daarvoor ben ik gisteren naar mijn tante gegaan. Maar ik wil medisch rekenen meenemen. Want dat is op papier. Dus dan kan ik dan op school nog even doorlezen. Voordat ik die toets heb. Dus we gaan kijken hoe het loopt. That's it. In ieder geval... Goedemorgen, het is donderdag. Toetsweek kan nu echt gaan beginnen. Morgen heb ik EHBO en geestelijke gezondheidszorg. Dat zijn toch wel twee hele pittige vakken. Maar vandaag is ook behoorlijk pittig, moet ik eerlijk toegeven. Goedemorgen. We zijn inmiddels lekker onderweg naar school. Ik heb toch voor de week wel een vestje aangedaan. Omdat ik dacht dat het misschien wat aan de frisse kant zou zijn. Maar dat is het dus echt totaal niet. Dus op naar school voor mijn 2 toetsen. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Goed, ik ben inmiddels al bijna 1,5 dag verder. Vanmorgen mijn laatste 2 toetsen gehad. Ze zijn best heel erg goed gegaan. En na de toetsen ben ik met 2 klasgenootjes heel onverwachts in een keer het dorp ingegaan. Dus ik ben lekker weer zwinkeren. Nu even naar de apotheek om een recept te halen voor mijn oma. Daarna lekker een ijsje halen. En daarna toch echt lekker naar huis. Ik ben al de halve dag bezig. Ik heb van alles gekocht. In mijn tas zit ook van alles. Maar ik kan bijna naar huis. Het is echt heel erg warm gewoon weer. En morgen moet ik werken, dus ik wil wel een beetje uitgerust zijn. Goed, ik ben inmiddels al een behoorlijk tijdje thuis. Ik heb lekker in de tuin gezeten, lekker gechilled. En ik ben van mijn toets af. Mijn toetsweek is best wel oké gegaan. Sommige dingen daar twijfel ik best wel over. Maar hij is redelijk gegaan. Ik ben heel benieuwd naar alle uitslagen. Morgen moet ik stage lopen. Morgen aan het werk. Van 7:00 tot 3:00. En dan heb ik zondag niks. Dan heb ik maandag, dinsdag, woensdag stage. En de rest van de week ook weer niks. Dus ja... Eigenlijk was dit de vlog voor nu. Ik ga hem afsluiten. Mijn eten staat op. Die ga ik er zo uithalen. Ik ga zo lekker avond eten. En lekker wat YouTube video's bijkijken. Want daar loop ik ook best wel mee achter de afgelopen tijd. En dan was dit gewoon de vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Deze video een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!